Hey, hallo allemaal. Hoi, hoi. Het is weer dinsdagavond. Ik moet eventjes kijken of ik jullie kan vinden, mezelf kan vinden op YouTube. Even kijken hoor. Hi, ja, ik zie al allerlei mensen. Hi Marie-Claire, hi Geesje, hoi allemaal. Nelienke, Inge, nou, een heleboel weer. Debbie, Corrie, Monique, hoi, hoi, Nina. Hi, welkom allemaal. Nou, ik. Hey Marjolein. Hoi, hoi. Kunnen jullie me goed horen? Laat ik dat eerst maar eens even vragen. Want, even kijken hoor. Kunnen jullie me goed horen? Er zit vertraging op, dus ik wacht eventjes tot. Hi, hello Sweden. Sweden, 12 points. Hi Reni, welkom. Nou, ik wacht nog eventjes op het geluid of jullie mij kunnen horen. Hi Marga, hi Anne. Hoi, hoi. Ja, oké. Goed geluid. Nou, als het geluid gaat haperen, dan is het waarschijnlijk de batterij. Maar dat geeft hij dus niet aan als hij leeg is. Dus dat is dan gewoon even afwachten. Nou ja, wanneer hij ermee stopt. Ik ga even overschakelen naar het werkblad. Dus kunnen jullie vast zien wat er voor mij ligt. Ik ga niet met foto's werken vandaag. Ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik ga doen. Nee, het enige wat ik wilde gaan doen. Een heleboel van jullie hebben de workshop met Annette gedaan afgelopen weekend. Ik kon zelf niet meedoen, helaas. Maar ik heb natuurlijk wel al die spulletjes. Dus ik dacht, ik ga lekker in mijn planner gewoon verder met de weken die ik nog moet doen. En daar ga ik die set voor gebruiken die Annette ook gebruikt heeft. En wat van het papier. Hi Ina, hi Riek, hoi. Uit dat papierpack heb ik alleen wat rood gehaald. Ik denk, ik ga maar op de rode toer. Vind ik af en toe nog wel leuk. En ik had al die kaartjes wel al liggen, geknipt en wel. En nou ja, die zijn natuurlijk leuk om te gebruiken, denk ik. En oh ja, wat ik verder nog wel had. Ik had eigenlijk geen leuke foto's. Dus ik denk, nou ja, laat ik dan maar eens een keer niet weer foto's in gaan plakken. Dat doe ik dan later wel. Maar wel vast leuk om wat voor te bereiden. Hi Claire. Oh, je hebt ook goed geluid. Hoi. De paginastand met de streepjesrand. Even kijken. Oh, je bedoelt de hele pagina, Angelique. Ja, leuk is die, hè? Met dat kleine. De dashed line. Nou, wat ik alleen heb gemaakt al. Dat is deze. Die had ik voor de verpakking gemaakt. Dus verder heb ik eigenlijk nog helemaal niks. Met het papier gedaan. Ja, erg hè. Maar ja, gewoon geen tijd. Ondertussen alweer bezig met andere leuke dingen ontwerpen. Dus ja, het gaat allemaal hartstikke snel. En de weken vliegen voorbij, hè, zal ik maar zeggen. Hi Hetty. Hi Lisanne. Hoi hoi. Gezellig allemaal, weer. Nou, een stuk kopje koffie erbij. Stukje appeltaart. Dat zou lekker zijn. Oké, maar je ziet wel. Zit ik goed in beeld? Ja. Dit heb ik de vorige 2 weken gemaakt. Zie, met het zwart-wit. Nou, ik ga maar gewoon over naar rood. Eerder deed ik nog wel een beetje per maand een beetje de kleuren gelijk houden, maar dat lukt in dit geval ook niet. Dus, nou ja, dan moet ik hier, wil ik dus nog een paar, dus eigenlijk wil ik 4 pagina's gaan maken, die ik dan, wat moest ik nog doen? Week, even kijken. Week 28, week 29 kan gaan gebruiken. Nou, het enige wat ik heb is deze. Ik dacht al, ik doe hem op zijn kop, maar dan zit dit op zijn kop, dus dat wordt hem niet. Ja, Riek, wat gaat het snel, hè? We hadden het er vanmiddag nog over hier. Onze kleindochter, die is pas 4 geworden, de jongste. En die komt gewoon, wij passen altijd op 1 keer in de week. En die komt gewoon nog maar 2 keer een hele dag en dan gaat ze naar school. En dan zijn er opeens weer 4 jaar voorbij, hè? Dus ja, gaat echt heel snel. Hey, Anita! Ja, lekker. De appeltaart denken we erbij, hè? Thee met, oh, pruimentaart. Reni, wat lekker. Jona loopt ook achter. Hi Patricia, good to see you. Vakantie, retreat, zijn we ook al druk mee bezig. We zijn afgelopen zondag in Helmond bij elkaar geweest. Hebben jullie misschien wel foto's voorbij zien komen? En was weer erg gezellig. En ik heb mooie dingen gezien, dus dat wordt vast weer leuke projecten allemaal als we in Spijkenisse zijn. Oké, ik heb wat papier, een paar pagina's die nergens op lijken. Ik heb de set van Annette gepakt. Ik heb deze er nog bij gepakt, de Rounded Corner Page, nummer 1867. En de Wave Pocket, omdat ik het toch altijd wel leuk vind om een pocket te gebruiken. Ik heb nog niks gestampt, dus dat moet ik ook nog gaan doen.
Dus nou ja, ik hoop dat jullie gezellig even meekijken. Ja, vakantie heb ik al gehad. Hi Tina, good to see you. Riek, kinderen worden gauw groot. Ja, och jongen, jongen, jij gaat echt hard, hè? Oh, dat is ook leuk, Angelique. Nog een extra paginaatje. Dus je had nog wel wat over. Ja, er was nog wat over, hè? Dat klopt wel. Oké, nou wil ik deze natuurlijk gaan gebruiken, sowieso. Hier zit al een kaartje in en hier zit alleen een kaartje opgeplakt. Er zat een foto op, maar die had ik voor de verpakking gemaakt. Dus dat was al een oude foto. Dus die heb ik er vanmiddag afgesloopt. Nieuw kaartje eroverheen geplakt. En hier zit een kleine beschadiging. Dus daar wil ik nog wel even iets overheen doen. Maar nu wil ik dit natuurlijk, ja, dat het een beetje één geheel wordt, zeg maar. Dus dan is er maar één optie. Hier ook de kleur rood terug laten komen. Hoe ga ik dit doen? Want mijn bureau is weer eens te klein. Nou, die maar even naar die kant. Denk ik dat ik wel iets rustigs wil aan deze kant. Nou, dit zou kunnen, maar dan moet je weer met de even rood zou je kunnen gaan matten. Tenminste, dat vind ik. Oh, dit is misschien ook wel leuk. Die nummers. Zou dat leuk zijn? Even een beetje zo grofweg kijken. Ik vind het niet het meest mooie. Nou, dit wordt helemaal kermis als ik dit hiernaast ga doen. Zie, dat is ook geen optie. Nog meer ballen. Qua kleur zou die wel goed zijn. Maar dat ga ik niet doen. Hoor je hem kraken bij mij? Oh, of dit. Maar dan wordt het wel heel erg veel ballen. Hè? Zien jullie dat? Hi Robin, good to see you. Oh, Patricia, wat leuk. Oh, Annemiek, ja, ik heb gezien dat je het mee had gedaan. Wat leuk, joh. Oh, ga je van je ouders een treffen? Ja, leuk. Super. Oh, weet je wat ik vanmiddag heb gedaan? Ja, ik zit nou toch... Het is makkelijk, hè, in het Nederlands. Ik heb al een agenda voor volgend jaar zitten. Nou, zal ik hem even pakken? Even laten zien. Wat heb ik gedaan? Kijk, dit is een speciale editie. Die heb ik zondag van Els gekregen. Echt leer. Onze planner, maar ik ben bang, ik zal jullie even lekker maken, dat hij niet in Nederland komt. Die is alleen voor Amerika. Dus let niet op de kaft in dit verhaal. Ik laat je weer alleen even de binnenkant zien wat ik gedaan heb. Ik heb alle tabs gemaakt en deze keer heb ik gebruikt, nou ben ik weer de naam kwijt. Lisanne, jij bent er. Hoe heet dat spul ook alweer? Jij vroeg het gisteren nog aan mij. Dit. Tex, Huppel de Pup Tex. Een soort... een soort nepleer, ik noem het maar. Ja, kerstballen. Nou, daar heb ik allemaal tappagina's van gemaakt. Geëmbost, de maanden, met witte embossingpoeder. En toen ben ik gaan stempelen. Deze vakjes heb ik op de printer gemaakt. Dus gewoon een Word document, vakjes erin. En het was een heel gepruts. Ik ben er gigantisch lang mee bezig geweest. Want ik wilde natuurlijk de voor- en de achterkant printen. Het is een bestand van niks. Ik ga het ook niet met jullie delen, want het lijkt nergens op. Maar goed, die vakjes heb ik gewoon geprint. Dus had ik allemaal... Even kijken, ik heb achterin nog één of twee blaadjes open. Kijk, allemaal lege blaadjes met alleen maar vakjes. En toen ben ik gaan stempelen. Verder heb ik nog niks gedaan. Dus ik heb deze stempelset gebruikt. En daar heb ik eigenlijk het hele jaar... Oh, je wil hem ook graag in Nederland. Nou, het is wel een hele mooie, maar ook een heel stuk duurder. Het is leer, handgemaakt in Canada, vlakbij waar Josette woont. Een heel mooi bedrijfje, een meneer die alle dingen allemaal met de hand van leer maakt. Vandaar dat er ook niet zoveel zijn. En ja, ik weet niet, ik ga het aan Els vragen, oké? Okay? Els lief aankijken, ja. Nou, het is wel mooi. Het is eigenlijk een hele dunne flap leer, zie. Maar hij is echt, ja, echt mooi. Ruikt ook lekker. En dit is wel leuk. Zit zo'n trekbandje omheen. Maar goed, als die komt, komt het pas eind van het jaar, geloof ik hoor. Maar het is echt wel een... kijk, zo met zo'n... Oh, hij zit helemaal gedraaid. Nou goed, die moet je even recht doen. Ik zal hem even terugdraaien. Maar ik was dus lekker aan het stempelen. Vlak voordat ik nog de live ging doen net. Wie is het? Inge is het eens. Oh, die... Oh jee. Nee, het is geen nepleer, Jannie. Het is echt leer deze keer. Nee, de ringen zijn net zo groot, Ria. Ja. Craftex. Ja, dat was hem, Lisanne. Dat is waar ik de tabbladen van heb gemaakt. Dat is Craftex. Oké, dat was even tussendoor.
Ja, ik ga dan denk ik toch voor die cijfers aan die kant. Maar ik vind het wel leuk om hier een randje van die crème kleur te blijven zien. Dus ik moet een stans hebben die wat kleiner is. Dan ga ik die doen. Ja, ga ik die doen. Want ik heb hier. Nou, ik moet het gewoon met deze sets doen. Ga ik de rounded corner page. Dat is een hele pagina, maar die heeft ook een mat. Met ronde hoeken. De pagina zelf heeft ook ronde hoeken. Die ga ik nu niet gebruiken. Maar wel deze. En dan wil ik wel ook een stuk van die cijfers zien. Dan even mijn grote schaartje erbij. Oh jee, oh jee, oh jee. Batterijtjes op. Ja, maar oh Marjolein, ja, jij was er zondag niet. Ja, hij is echt heel mooi. Ja, sorry, ik had hem misschien niet moeten laten zien, maar ik ben er zelf zo enthousiast over. Els zei al, je vindt hem echt mooi, hè? Ik zeg, ja, ik vind hem echt mooi. Even zien. Ik neem die gewoon mee zoals ik een dashed mat. Oh, dat zou ook wel kunnen, Angelique. Oh, dat moet ik opschrijven, want dat ga ik vergeten. Een dashed mat voor een hele pagina. Oké. Even gaan opschrijven, want anders dan ga ik dat vergeten. Vergeten, dashed, mat, hele pagina. Kijk, zo gaat dat, hè? Gewoon meteen opschrijven. Dan hoop ik dat ik het briefje. Oh, ik zit iedere keer verkeerd te praten. Die camera staat op de andere kant. Ik heb het opgeschreven, Angelique. Goeie tip. Deze ga ik even snijden. Dus het zal vanavond allemaal iets langzamer gaan, omdat ik gewoon nu, ja, stap voor stap zeg maar. Normaal doe ik iets meer voorbereiden, maar dan weet ik al dat ik foto's in wil gaan plakken. Oh, zal ik hem ook aanzetten? Oh, de stekker ligt eruit. Sorry dames en heren, als die er zijn. Even duiken hier. Ik heb net dat karretje naar voren getrokken. Ja. Hoort erbij, hè? Een dashed mat. Een dash is een soort treepje, Jolanda. Dat zit ook in de stansen die we gemaakt hebben voor de pocket pages. Die hebben zo'n heel fijn randje met allemaal kleine streepjes, dashes. En Angelique bedoelt dan een mat, zoals ik hier nu laat zien. Maar dan dat die mat ook allemaal van die kleine streepjes heeft. Dus ik heb het genoteerd. Oké, zie, nou komt het al een beetje bij elkaar. Ik wacht, oh, wacht even, een mat voor de hele pagina. Oh, jullie hebben het ook al uitgelegd. Hi Jenny, welkom, welkom. Oh, de kleurtjes en bosinglees. Ja, die heb ik ook binnen. Aangestoken door Lisanne. Oké, die ga ik nu niet doen hoor, want ik vind dat een heel gedoe. Een hoop rommel heb ik ervan. Die moet even aan de kant. Oké, nou ik wou zeggen ik ben klaar. Maar wat wel leuk is nu om hier misschien toch ook een pocket van te maken, dat ik hier iets in kan steken. Dus, pak ik dubbelzijdig tape en mijn distressje. Waar is mijn kleurtje? Oh, hier. Vlak voor je neus, bijna. Ik ga hem wel even een randje geven en ik ga deze pagina ook doen. Want die ziet er ook een beetje bleek uit. Hey, David. Nou, dan zal je zien dat er nu vast weer een technisch issue komt hier. Maar David is er, dus wie kan dan vast alle tips geven, zodat het allemaal goed blijft gaan. Hoe is de tv-uitzending gegaan, David, gisteren? Ik kon niet kijken. Ja, ik kon wel kijken, maar ik was. Druk met het volgen van Anita en Els. Daar heb ik een heel stuk van gezien. Wat? Bijna de hele uitzending heb ik gezien. Net het laatste stukje niet. Anita, wat kan je toch mooi kleuren? Ik moet het nog even zeggen. Dat doe ik je niet na hoor. Oh, Johan. $50. Ja, dat is een goeie, Johan. Maar ik ben bang dat hij iets duurder is dan €50. Dat hij duurder gaat worden. Dus
Ja, dat ga ik niks over zeggen. Dat laat ik aan Elsa over. Maar het is wel een heel leuk idee. Even zien. Die pagina is gedistressed. Dit heb ik een randje gegeven. Ga ik hem er zo op plakken. Ik vind het wel een beetje kaal nog. Kan natuurlijk een lijntje erom. Maar hier kan misschien nog wel iets achter. En dan zou ik denken iets in die kleur. Dus ga ik mijn stapeltje kaartjes, frummeltjes pakken. Nou, laat ik deze even terug doen in die set. Nee, Jona, dat klopt. Voor €50 een leren omslag, dat gaat helaas niet. En helemaal niet als ze ook nog handgemaakt zijn, hè? Maar het idee is er niet minder leuk om. Oh, kijk, Modern Oil. Nee, dat is. Kijk, dit is wat geler, dus ik weet niet of ik nog zo'n stukje heb. Helemaal precies hetzelfde zal ik wel niet hebben, maar je weet nooit. Oh, wacht, kijk. 23, nee, dat kan niet, want dat is volgend jaar. Nee, dat is wel dit jaar. Goedemorgen, Esther. Het is al wel 23. Maar ik heb maar een klein stukje nodig. Kijk, als ik dit er nou afknip, even een iets kleiner schaartje. Ja, was leuk, Anita, gisteren. Echt. Ik dacht eerst dat jullie bij jou thuis waren, maar jullie zaten op kantoor. Ik zag het. Leuk, leuk. Ik knip even hier een frubbelrandje af, hoor. Hier ook. Ik heb natuurlijk wel een heel klein stukje van dat kaartje nodig. En aan de ene kant is het wel jammer als ik dat hele 23 ga verknallen, hè? Nou, dat is echt zonde. Oké. Pak even een andere schaar, dat is makkelijker. Ik knip dit stuk eraf, want ik heb een heel klein friemeltje over. Nou, hou ik dit kaartje hou ik gewoon nog open. Kan ik altijd nog weer ergens anders voor gebruiken. Een beetje inkt hier en daar. Er moet nog wel iets bij hoor, maar dan ga ik deze zo doen. Die ga ik zo meteen aan een pocket van maken. En nu wil ik eigenlijk nog iets kleins. Oh, misschien een heel klein beetje geel. Kijk, hier zit ook al een geel kaartje. Of een, weet zo'n dingetje? Een tagje, een tapje. Zit hier nog iets geelachtigs tussen? Nee. Labeltjes. Gelukkig heb ik niet zoveel keuze, hè? Maak het mezelf weer niet makkelijk, moet ik zeggen. Oh, gele bloem. Oh, dan moet ik te veel gaan knippen. Dat ga ik nou niet doen. Volgens mij heb ik al 4 van die vellen hier in stukjes lopen knippen. Dat is ook te veel geel. Het is ook nooit goed hoor. Wacht even. Ik ga het even hier neerleggen. Ik weet niet eens meer wat hier allemaal tussen zit. Verse koffie van Ed. Oh, goed zo. Die mannen zorgen goed voor. Zorgt goed voor je, Anit. Even kijken. Ja, deze vind ik ook altijd erg leuk. Maar daar kan ik misschien wel een tapje aan maken. Oh, kijk hier. Hier zit een klein geel kaartje aan. En dit is neutraal. Nou, ik hoop dat jullie ondertussen lekker de koffie op zitten te drinken. Want ik ga niet zo snel, hè? Nou. Omdraaien, omdraaien, omdraaien. Wat zijn jullie hebberig? Even kijken, een klein beetje geel wil ik hier. Dus eigenlijk alleen maar omdat hier een beetje geel zit. Maar dan zou ik dus dat hele kaartje kapot moeten knippen. Oh, ik kan natuurlijk ook een strookje van het gele papier nemen. Wacht even, wacht, 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 wacht. Hier zit nog iets. Oh, kijk, kijk, kijk. Dit is makkelijker. Zie? De achterkant. Haal ik daar gewoon even een stukje af. Deze. Dan heb ik maar een heel klein flubbertje. Want ik vind het zonde om dit kaartje kapot te knippen. En hier, kijk, dan scheur ik gewoon even een randje. En dan kan dit hier nog zo achter. Ja. Ook weer opgelost. Oh, dat is gezellig, Marjolein. Ik vind het soms wel jammer als ik hier zit te kletsen dat jullie niet terug kunnen praten. Maar aan de andere kant is het misschien maar goed ook, want als we met 100 man gaan zitten kleppen, dan zijn we allemaal. Tuteren onze oren allemaal straks. Even kijken.
Ja, het stelt natuurlijk allemaal weer niks voor. Het zijn allemaal maar kleine dingetjes. Maar dan heb ik toch een beetje geel daar. Oké, ik ga dit vastplakken. Waar is de lijn? Ach jee. Ik ben vergeten de lijn bij te vullen. Hij was bijna leeg vanmiddag. Dus ik hoop dat er nog wat... Oh, zie, er komt nog wat uit. Er komt nog wat uit. Nou, even zien waar die ongeveer moet. Dit een beetje zo. Weet ik nog niet hoe ik eventueel met reinforcers hier uitkom. Maar anders sla ik die nog een keer over. Of maar een keer over, sorry. Dit strookje ook nog even vastmaken. Even kijken hoor. Goed. Oh. Nee, ik hoor het niet. Nee, dat is waar als jullie praten. Anita, heb jij vandaag workshop gedaan? Kippenhok in Tok Tok City. Ja, dat zou mooi zijn, hè, Annemiek. Wij zitten niet ver van elkaar af. Eventjes zien. Ongeveer zo. Klein stukje. En dan wil ik hier toch nog iets meer inkt. Ik weet niet, denk niet dat jullie dat zien op de camera of op beeld. Maar het mag wel iets meer contrast, zeg maar. Nou gaat hij. Oh, heb ik hem nou scheef geplakt of ligt mijn. Nou, hij zit een heel klein beetje uit het lood. Kan ik hem nog lospeuteren? Ja. Gered, gered, gered. Even een beetje lijm erbij. Soms zie je dat pas en denk je, oh, hij ligt recht. En dan toch. Heeft soms ook een vertekend beeld hoor. Oké. Die zit. Ik ga denk ik wel het dikkere tape gebruiken om hier die randen mee vast te zetten. Ik zou hem ook nog zo... Oh, misschien ook wel leuk. Even bedenken. Nou wordt het weer lastig. Ik blijf bij... Nee, ik ga hem toch omdraaien. Ik weet niet waarom. Iets opstempelen. Waar hebben jullie het over? Al je pagina eruit. Oh, dat kan ook zo meteen, ja. Den Bosch. Oeh, dat weet ik niet. Dames uit Den Bosch, meld je bij Patricia. Dat twijfel ik toch, hè? Nou ja, ik draai hem zo. Oké. Okay. Niet meer zeuren, dus dit wordt de lange kant. Even kijken. Oh, heb ik wel die andere kant kapot gesneden, zie ik nu. Oké. Okay. Maakt niet uit, die zit er ook wel ergens een keer in. Oké, okay, dus drie kanten dicht lijmen, zodat het een pocket wordt. Ik vergeet het ook vaak hoor, om pockets te maken. En dan zit het al vast en denk ik, oh jee. Jammer, jammer. Ging die zo om? Ja. Even kijken of het een beetje in het midden zit. Beetje recht, zou ook handig zijn. Nou, hij kan ermee door. Oké, het liefste zou ik nu nog met wat nietjes die hoekjes vastzetten. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet, omdat hier al van alles op zit. Dus ik ga niet nieten. Niet nieten. Ik haal hem er toch even uit. Iemand zei het net al, die eruit. En dit er ook uit. Oké, dat is een stuk makkelijker inderdaad. Zo. Oh, je gaat de Annette workshop ook nog doen? Anita, ga je hem ook nog maken, de plannen? Of dat niet? Bedoel je dat niet? Even kijken. Nou, nu heb je hier natuurlijk zwart aan deze kant. Dus, en dat zit wel op de volgende pagina, maar je ziet het wel. Dus ik zou hier ook toch nog wel iets zwarts willen. Maar dat kan natuurlijk zometeen ook hierop. En omdat ook hier zwart in deze print zit... En dat mis ik dan weer aan die kant. Dus, hier kan een kaartje in. Nou, zou dit een leuke zijn?
Alleen, ik ga nu niet op vakantie. Oh, en hij is ook te groot voor deze. Hier zit trouwens wel die slit in, hè? Die, voor degene die deze slit niet hebben of niet kennen. Er zit in die set van Annette Workshop. Die set is nu ook los te kopen, dus niet dat je de workshop hoeft te doen. Van deze stripjes. Een grote en een kleintje. Ik zal het even laten zien, want wellicht dat er mensen zijn die hem niet gezien hebben. Even die eruit peuteren. Nou, kom. Ik weet niet of je hier kunt zien. Hier zit een gleuf nu in het papier en hier. Twee stuks. Die maak je met deze stripjes. En daardoor heb je een opening in je papier. Je lijmt hem dan op een andere hele pagina en daardoor maak je pockets. Dus je kunt hier zo van alles dan inschuiven. En door die stripjes kun je natuurlijk overal neerleggen. Wil jij er drie naast elkaar van die openingen, dan haal je hem drie keer door je stansmachine heen. En dan heb je drie openingen. Wil je bijvoorbeeld vier kleintjes boven elkaar, kan dat ook. Moet je vier keer die kleine door de stansmachine doen. Vier sets kopen is een beetje lichtelijk overdreven. Dus ik zou het met één doen in ieder geval. Even kijken hoor. Ja, Anita, de set is nu los te koop. En de pakken papier ook. Even de berichtjes kijken hoor. Oh, Jona gaat hem ook nog maken. In rode planner niet. Komend weekend nog weer verder. Ja, joh, dat maakt er ook niet uit. Het is niet een wedstrijd, hè, wie hem het eerst af moest hebben of zo. Het is gewoon leuk dat je hem, ja, je kon live meekijken, maar het is ook leuk om hem natuurlijk lekker op je gemak jezelf later te maken. Oh, wacht, kijk. Ik zie nu deze. Die vind ik ook wel leuk om uit te knippen en dan misschien nog hier. Dat ga ik eens even doen. Nou ja, even kijken of er niks ernstigs op de achterkant staat. Ik ga deze uitknippen. Ik zag hem net in mijn ooghoek liggen. En dit randje is niet netjes, dus ik ga hem ook niet netjes expres een beetje wiebelig maar knippen. Dat maakt het dan een stuk makkelijker. Om te praten en te knippen en jullie berichtjes te kijken. Oh, Wilma, ook al bijna klaar. Laatste pagina. Nou ja, en dan kunnen we weer wachten tot de volgende. Hè? Gaat ze in december gaat Annette weer... nee, die zal wel eerder komen natuurlijk. Dat gaat niet in december. Dat is voor december. Net als vorig jaar een december day by day. Dus dat, ik denk dat dat waarschijnlijk ook weer een workshop wordt. Dit is nog wel grappig. Ik kan hem ook afknippen. Ik denk dat ik een stukje eraf ga snijden. Dus dat het right hier blijft staan. Wacht even. Dit weg. Ik ga hem eerst even inkten. Want zo netjes heb ik hem niet geknipt. Doreen ook helemaal klaar. Goed hoor. Echt leuk. Even een randje. Nou. Ik had hem niet helemaal rond hoeven doen. En dan ga ik hem hier ongeveer afsnijden. Want ik vind dit leuk. En die hele cirkel vind ik leuk trouwens. Maar ja, als ik hem hier opplak vind ik het een beetje truttig. Zo in het midden. Dus ik ga hem uit het midden neerleggen. En dan zet ik even hier een streepje. Dat ik hem ongeveer daar afsnijd. Even mijn hakkertje erbij. En dan is het op goed geluk een beetje recht zien te snijden. Even zien hoor. Zoiets, denk ik. Tja, helemaal leuk. Oh, Patricia, je gaat niet op vakantie, maar dat maakt er niet uit. Al doe je er foto's van de hond of de kat of je huis. Gewoon iets leuks van maken. Of een cadeau voor iemand die een speciale gebeurtenis iets. Misschien een bruiloft, een feestje, een leuke verjaardag, een bezoek aan de dierentuin. Ja, ik noem maar wat op hoor. Even kijken, nog een klein beetje inkt. Ik plakte hem net te ver, zagen jullie dat? Kijk, ik had hem helemaal tot het randje, wat ik eigenlijk het leukste vind, maar dan ben ik mijn pocket kwijt. Tenzij ik alleen maar hier bovenin iets wil doen.
En anders moet ik me op deze rand plakken. En dan kan ik nog de hele hoogte van deze mat gebruiken. Ik vind dit eigenlijk leuker. En dat gaat weer helemaal nergens over. Hè? Dat is weer een paar millimeter. Waar heb je het over? Ja. Ik ga hem toch zo doen. Dan maak ik een kleine pocket hier. Kijk, hier is het ook een kleintje. Dus dat kan aan de andere kant ook best wel. Ga ik hem dan vastplakken helemaal? Ja, dat kan. Dus zo verandert het gewoon steeds, hè, als je bezig bent. Maar dat zullen jullie ook wel hebben. Thank you, Sandra. Oh, de ronde kan, nou ja, kan ook nog. Wat is truttig? Oh, ik vind het voor mijzelf truttig, persoonlijk, als ik iets helemaal zo netjes in het midden plak. Dus ik plak het liever dan een beetje naar de zijkant. Maar, weet je, dat is gewoon persoonlijk, hè. Dan zeg ik dat misschien dat het niet truttig is. Ik weet er even geen ander woord voor. Oké, die gaat hier. En nu kan ik denk ik wel, ja, hierin met een nietje. Dat is gewoon echt voor de leut, hoor. Zet ik hem hier nog even vast. En twee nietjes. Gewoon omdat ik het leuk vind. Niet omdat het enige functie heeft. Oh, trouwens, hij zit niet eens vast hier. Ik kan hem nog wel blijven gebruiken. De lijm zit niet tot het eind. Ga ik dat dichtlijmen? Nou, hoeft eigenlijk niet eens. Kan ik zo nog zien wat voor dingetje ik hierin ga doen? Oké, dan gooi ik die andere helft. Zou je nog ergens kunnen bewaren of voor de leut hier bijvoorbeeld opplakken? Niet eens heel gek, moet ik zeggen. Zal ik dat doen? Nee, wordt een beetje too much misschien. Even zien hoor. Ik laat hem nog wel even liggen. Ik gooi hem nog niet weg. Hi Saskia. Oh, dat geeft niks hoor. Je kan altijd het randje loslaten. Lekker dubbel pocket op een pocket. Ja. Moet je op het rode lijmen. Gewoon open laten. Nee. Oké. Okay. Ik denk dat ik eerst op zoek ga naar wat reinforcers. Want dan maak je dit toch weer meer af. Ik vind dit nog kaal. Maar dat ga ik meteen oplossen door even met een pen een lijntje te doen. Omdat ik dit gewoon een hele kale hoek vind. En dan doe ik expres een slordig lijntje. Als je wilt kun je het twee keer doen. Kan ik ook wel even doen. Gewoon die lijntjes door elkaar laten lopen. Dan is het niet zo. Hier is het nou heel ver uit elkaar. Doe je het nog een keer. Je kan hem ook nog deze kant laten doen. Laten lopen. Misschien moet ik dat ook maar doen. Ja, ik ga de onderkant ook doen. Doe eens gek. Dus slordige lijntjes, hè. Niet netjes recht proberen te doen, want dat gaat niet. Tenzij je met een lineaal gaat werken of een hele vaste hand hebt. Nou, die heb ik niet. Dus ik hoop dat jullie het kunnen zien. Gewoon een beetje zwieberen. En dan zie je eigenlijk al dat het er meteen weer anders uitziet. Eigenlijk zou ik dat op het liefst op deze kant van de pagina dan ook doen. Alleen, daar heb ik eigenlijk geen blanco... Oh, ik zal dit even weghalen. Geen blanco papier. Alleen hier. Maar daar vind ik het weer niet leuk op, denk ik. Zal ik dat doen? Nee. Dit is ook niet leuk. Nee, dat ga ik niet doen. Dus ik laat hem zo. Hier ga ik nog wat sampling. Maar ik ga eerst even wat reinforcers passen. Kaal en truttig. Oh jee. Wat is het? Truttig, dat is toch een heel gewoon woord? Of ben ik nou gek? Truttig. Nou ja. Zijn er meer mensen die het woord truttig niet kennen? Dat zal toch niet? Zwart zei ik net al. Hè? Dus ik wil zwart hier. Oh, iets met een pijltje is misschien wel leuk. Kijk. Ik doe twee pijltjes. Dat is wel leuk hier bovenin. Zie je, dat vult meteen een beetje op. En dan heb ik misschien nog wel een kleiner pijltje. Even zien hoor. Ik weet niet of die nog in mijn bakje zitten. Pijltjes, waar zijn jullie? Normaal heb ik die eigenlijk altijd wel liggen. Ja. Oké. Okay.
Die gaan hierop. Ga ik meteen vastplakken. Oh, het is een normaal woord. Truttig, ja. Oké, dankjewel Sylvia. Het woord truttig komt van het woord trut, denk ik dan maar. Geen idee. Oh jongens, sorry. Even kijken hoor, ik zit even te peuteren, hij wil niet. Hij wil niet. Oké. Okay. Twee pijltjes, daar. Nog een pijltje erbij. En dan ziet dat er meteen alweer anders uit. Zou het eigenlijk misschien wel leuk zijn als ik hier ook die pijlen weer terug laat komen. Ik weet niet of ik dezelfde heb. Nee, dit is een ander. Dit zijn wel leuke pijltjes trouwens. Die zijn uit een van de eerste sets. En die hebben alle, er zitten er drie in die set. En die hebben alle drie een ander dingetje. Ja. Een hartje, een vierkantje en een bloemetje geloof ik. Ja, oh, hier is het hartje. Vierkantje. En een, oh, nou een rondje ook nog. Het zijn vier verschillende. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zie, rondje, vierkantje, bloemetje en een hartje. Maar dan wil ik wel twee dezelfde. Dus dan heb ik hier twee vierkantjes. Want ik heb daar ook twee dezelfde. Zo, en dan doe ik ook zo'nzelfde pijltje. Doe ik dan weer hier. Een nieuwe tekststempel, dat is een goeie. Truttig. Ik zou het zo doen, maar ik weet niet of Els dat... Oh, truttig kan nog wel. Niks ergs aan, toch? Zijn er nog meer woorden die verklaard moeten worden, jongens? Hebben jullie woorden uit de omgeving waar jullie wonen, die wij misschien niet kennen? Dat vind ik altijd nog wel eens grappig. Ik zal er eentje noemen die hier blijkbaar uit de buurt komt. Weten jullie wat glazen kleien zijn? Glazen kleien. Ik ben benieuwd of iemand het weet. Ik weet niet of het Barneveld is of Kootwijkerbroeks. Dat is een dorp hier vlakbij, maar daar heb ik het eens een keer gehoord. Glazen kleien. Ken je die niet, die pijltjes, Marie Claire? Ja, moet je even... Oeh, welke set? Zal ik voor je kijken? Wacht even. Denken jullie maar na over de glazen kleien? Oh, dat is de verkeerde. Oi, 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 oi. Ja, chameleon, wie ben jij? Gordijnen. Goed zo, vitrages eigenlijk. Ik zoek even de... Ja, hier, deze. De planner set 5, Marie Claire. Een van de eerste. Zie, hier zitten ze in. Glazen kleien, ja, vitrage, inderdaad. Kootje Broeks, ja, inderdaad. Ramen wassen, bijna. Pimpampoentje, nee, dat zou ik ook niet weten. Wat is een pimpampoentje? Ik zou het niet weten. Nog andere gekke woorden? Of moeten we eerst pimpampoentje raden? Oké. Ik weet niet of ik hier dan ook ringetjes ga doen, want dan wordt het wel heel veel. Dan zou ik zeggen in die kleur, maar die heb ik niet voorgesneden, denk ik. Ga ik even kijken. Oh, Debbie. Chameleon. Nou, je hebt een broodrooster gewonnen, goed? Even kijken. Een liefheersbeestje. Ja, feestje. Het komt echt uit Kootwijkerbroek. Ik zweer het je. Glazen kleien. En ik weet er nog één, maar... Ook uit Kootwijkerbroek. Maar ik weet niet of dat nou zo gepast is om hier te gaan zeggen. Nee, ik weet niet of ik hier nog... Ik denk dat ik geen reinforcers erbij doe. Want het wordt te druk. Ik laat het nog even zo. Oh. Ah, toch een liefheersbeestje. Ja. Ah, er zijn dus meer mensen die het weten. Leuk. En dan wil ik hier nog een kaartje in. Even kijken of ik iets heb wat zo past. Of zal ik nog wat gaan stansen? Oh ja, echt.
Bij de Wave Pocket zitten ook deze stansen. Kijk, daar kun je hele leuke kaartjes mee maken. En die hebben zo'n Eurolock, weet je, waar dingen in de winkel in hangen. Maar deze is te groot. Deze zou wel kunnen, denk ik. Steekt hij natuurlijk wel een stukje uit. Volgens mij is er nog een kleinere. Ja, die wordt dan weer te klein. Oh, 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 wat is dat toch allemaal leuk, hè? Kijk, dit is een setje waar ook extra vormpjes op zitten die je dan weer hier op kunt plakken. Zal ik zo laten zien. Deze wordt te klein. Oké, ik ga die maat doen. Stukje papier, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een beetje iets lichts. Wat zit hier op de achterkant? Even kijken. Oh, dat is wel leuk. Ga ik hem hier uitsnijden, dat gele. De stylus. Ja, onder een berg papier. Flauwe klets, ja. Dat is niet zo erg. Wat? Een aoli-beestje. Een aoli-beestje. Dat is knoflook. Aoli. Ik weet niet of iemand hier al is. Even zien. Even gauw dit kaartje stansen. Ja, gauw is ook weer een heel groot woord. Maar ik ga hem even stansen. Dat is een kaartje. Oh, en wat ik van de achterkant. Nou, wacht even. Nu heb ik nog een klein stukje af. En dan doe ik even deze drie dingetjes. Is dat handig aan die kant? Nou, niet echt. Maar ik doe het toch maar even. Kaartje, dingetje. Mijn plaat is een beetje krom, zie je? Blijft niet goed liggen. Even zien hoor, waar zijn ze hier? Kijk, en dan heb je deze leuke dingetjes. Die kun je dan weer hier om die opening kun je die heen leggen. Nou, heb ik een beetje een druk printje gebruikt, maar ze zijn alle drie net iets anders met een stikseltje, zonder stikseltje. Dus die kunnen daarop. Die leg ik apart. Want misschien ga ik nog wel meer van die kaartjes maken. Ik ga ze even inkten. En dan heb ik in ieder geval één kaartje wat daarin kan om later een foto op te doen. Oh, wacht even. Gaan de platen snel krom? Ja, het ligt eraan. Ik stans natuurlijk best behoorlijk veel. Dus hier gaan ze aardig snel krom, moet ik zeggen. Maar als je gewoon alleen maar voor privé, zeg maar. Kun je er best heel lang mee doen hoor. Ik denk dat alle platen uiteindelijk krom trekken. Ja, regelmatig een beetje keren. Dat scheelt ook wel. Zie ik dan deze hier op. Beetje lijm. Ik had vorige week zo'n handig pennetje. Oh wel, kijk. Ik zie hem. Oh, ook zomaar rare woorden. Kapoentje, we hebben hier Sinterklaas kapoentje. Ja, dat is een goeie, Patricia. Een heuveltje. Oh ja, schuin in de machine. Nelly snelle worden niet krom. Passen die ook in een big shot dan, Riek? Oh, Sylvia, sorry. Ik dacht dat Riek dat zei. Ik ken die platen niet, dus... Dat is wel een aanrader dan, als ik het zo zie. Oh, dankjewel, Lisanne. Even vasthouden. En dan zal het kaartje een stukje uitsteken. En anders kan ik er altijd nog een stukje afknippen aan de onderkant. Maar ik denk dat het in de planner misschien nog net meevalt. Oh, die schuift nog op.
En anders haal ik aan de onderkant een stukje eraf. Zal ik het meteen maar even proberen? Dan weten we dat ook weer eigenlijk. Hè? Even kijken wat hij doet. Want die hierin. Als hij maar niet buiten die plannen uit. Oh nee, zie. Eigenlijk hetzelfde als die dingen. Dus dat kan gewoon zo blijven zitten. Ja. Die doe ik hier. Wat ik al verteld had, ik ga geen foto's inplakken. Maar zie je hoe anders het er dan al uitziet als het in je planner zit, hè? Oké, en nou wil ik eigenlijk de volgende ook nog gaan doen. Hebben we daar nog tijd voor? Oh ja, kan wel even. Ik neem even een slokje water. Oh, die passen. Nou, ga ik eens even... Jong. Machines hier niet. Nelly, Snelly. Je mag hier alles vragen, hoor. Ja, die passen. Oké. Volgende. Eigenlijk heb ik geen zin in blauw. Dus ga ik daar een hele pagina overheen plakken? Ik denk het wel. Is wel zonde van die blauwe achterkant, maar die gaat mij gigantisch storen. Dus ik pak gewoon een hele. Alleen, oh, wacht even. Augustus is spontaan eruit gevloeberd. Alleen. Heb ik geen hele pagina bij de hand, denk ik. Even kijken hoor. Ja, alleen die ronde, dat is niet mooi. Oh, die van Annette natuurlijk. Wat zit ik nou weer om te doen? Waar is die? Oh jongens. Ja, deze natuurlijk. Die uit de set van Annette. En dan ga ik die hiermee doen, maar die moet zo om, want die wil ik aan deze kant eroverheen hebben. En hier ook anders. Moet ik even denken hoor. En ik wil rood gebruiken. Ja, ik ga het doen. Dit ga ik gewoon zo doen. Grote schaar. Kijk, en dan kan ik hier nog woordjes of iets anders uitknippen wat op deze kant terugkomt straks. En hier zit iets, het is wel een beetje gelige achterkant. Dus als ik daar dan weer iets geel ook terug laat komen, dan kan dat wel. Maar ik wil die blauwe, ga ik nu in ieder geval helemaal bedekken. Oh, die moet ik niet verliezen. Dit kan in de prullenbak. Die kan hier ook. Even kijken hoor, chill. Moet hij wel recht liggen. Het staat ook niet zo handig, omdat je er zo... Ik zit er nu niet, of ik sta normaal als ik ga stansen. En dan sta ik er recht voor. En nu zit ik hier een beetje aan de zijkant. En schuin erin, dat vergeet ik altijd. Dus vandaar dat hij zo kraakt. Nou, als ik slim was geweest, had ik meteen hier zo'n stripje ingelegd. Nou, dat ga ik dan nog maar doen. Om hier ook een pocket van te maken. Kijk, ga ik hem nog een keer door de stansmachine halen. Had ik beter in één keer kunnen doen. Dat is een feit. Maar wat misschien ook wel grappig is. Kijk, hier zit die grote een beetje aan het eind. Dat ik hem misschien gewoon hier... Nee, ik ga hem toch... Ik vind dit leuker. Ja, dan wil ik wel een heel klein stukje washi tape op iets erbij gebruiken. Waar is een stukje washi tape? Ja. Ga ik hem nog een keer er doorheen halen. Smetterlingen, ja. Ook een drama ding. Hey Ingrid, hallo, gezellig. We hebben het over, misschien bij jou in de buurt ook Ingrid... woorden bij jou uit de omgeving waarvan je denkt dat wij ze niet weten, niet kennen. En ik weet niet eens meer hoe we erop zijn gekomen. Oh, het kwam uit de glazen kleien, ja. Oké, ik ga deze er nog even doorheen halen, zodat ik meteen daar een pocket van kan maken.
Normaal gezien zou je dat dan tegelijk doen, hè? Dus een hele pagina en die pocket erbij. Oh, dat is ook leuk, Sylvia. Grote en kleine tegelijk. Heel voorzichtig eraf halen. Ja, kijk. Zo. Netjes terug. En die er ook bij. Goed dat ik het allemaal weer door elkaar heb liggen. En nu ben ik de blauwe kwijt, wilde ik zeggen, maar die zit er natuurlijk in. Oh, je kent er genoeg. Nou, brandlos zou ik zeggen. Even zien. Ja, die ga ik hierop doen. En dan heb je hier meteen weer een pocket, zie. Moet je natuurlijk niet dit dicht gaan lijmen, hè? Dat zou ook alweer een actie voor mij zijn, eerlijk gezegd. Ja, ik doe het gewoon even met lijm. Dat gaat het makkelijkste. Even zien. Dit moet wel vast. Ik hoop dat er nog wat uitkomt. Ja. Yeah. Hier een flobbertje lijm langs. Hier kun je wel de lijm doen. Maar aan de andere kant natuurlijk niet, want dan is je pocket verdwenen. En dan lijm je hem op een andere hele pagina. Een kind kan de was doen. Een beetje inkt. Zie, en dan heb je alweer best wel snel wat leuke pagina's om weer in te kunnen werken. Wat ik normaal eigenlijk altijd wel deed, maar dat komt er eigenlijk ook niet zo vaak meer van, is gewoon voor een hele maand al dit in je planner doen. Als je het leuk vindt om per maand te werken. En dan, ja, dan heb je al een basis klaar voor als je aan die maand toe komt, zeg maar. Aan die maand toe bent. Oké, okay, dat is een heel ander gezicht dan als het blauw in ieder geval. En hier ligt een kaartje. En heel dit papier weet ik dus niet meer eventjes. Oh, dat komt uit een van de boeken. Maar ik vind het wel leuk om dit dan hier terug te laten komen op de een of andere manier. Ik kan hier ook een kaartje van maken. In ieder geval moet hier iets terugkomen. Daar moet iets geels. En er moet rood bij. Dus ik heb nog weer een uitdaging. En nog 7 minuten. Dat gaan we niet redden. Maar ik ga mijn best doen. Iets roods. Iets roods. Even kijken hoor. Wat ook nog wel leuk is. Denk ik. Kijk, die kaartjes. Die zou... Oh, dat is leuk. Die passen hier ook precies in. Zal ik er nog 2 maken? Ik dat twee. Ik heb hier, ik weet niet hoe ik eraan kwam, maar er zit een dubbele set in. Misschien wel een 3. Dus dan kan ik de 2. Oh, dit is de grootste. Andere moet ik hebben. Maar hij heeft de kleine. Is dit hem? Ja. En dan ga ik gewoon weer datzelfde, dat gele wat hier zit, ga ik ook hier doen. Dat heb ik toch liggen. Ja. Zie, en dan haal ik daar 2 kaartjes uit. Dus even snel, snel. Helemaal geen tijd meer om jullie te lezen. Kroontjes is de bietjes. Dennenappels. Wij gingen vroeger altijd knoppen rapen. Nee. Wat zijn knoppen rapen, Anne? Ik ga even stansen. Geen idee. Peenstamp. Het wordt steeds gekker. Oké. Okay. 2 kaartjes. En dan had ik ook nog die dingetjes over. Nou, die plak ik er later wel op. Maar ik laat jullie even zien dat dit dan hierin gaat. Zie? En dan kan ik misschien nog net iets bedenken voor deze pagina. Want
Want ik heb ook nog geen rood. Dat ene matje. Nee, dat is te groot. En ik weet niet of deze zou passen. Wacht even hoor. Oh jongens, de puinhoop hier is niet meer te overzien. Dennenappels. Dat waren die dennenappels. Je ging dennenappels rapen. Oké. Deze. Dit is, oh ja, die rounded corner pagina. Waar ik net al die mat van heb gebruikt. Kijk dan. Nou, die kan hier. Dat is toch leuk. Wacht even hoor, die ga ik even snijden. Rood. Ik wil rood. Nee, ik wil ballen. Of wil ik even rood? Nee, ik wil... Het wordt een frame, hè? Dus je ziet niet het hele... Ja. Even zien, een schaartje. Augustus. Ja, dat weet ik dus ook niet meer. Ik weet niet, volgens mij zit hij gewoon in een boek al. Ik weet het echt niet uit mijn hoofd, al die papiertjes waar ze uitkomen. En, over 2 weken heb ik trouwens een nieuwe release, hè, voor de liefhebbers. Dat is, ga ik samen met Els, gaan we ook langs. Dan is Els nog in Nederland. Dus wat gisteren met Anita. Zie je Els en mij ook samen dan. Dat is, als ik het goed heb, even denken. 7 augustus. Maandagavond. Dan zijn Els en ik samen live. Boek 5. Oké, dank jullie wel. Ja, boek is niet, hè? Daar is hij te geel voor, denk ik. Kijk, deze stand. Die kan hier. En daar kun je dan weer ook weer foto's achter doen. Dit zijn, die vallen eruit, extra kaartjes. Je zou hem ook om kunnen draaien en dan die weer kunnen matten. En deze heeft ook die Eurolock. En dat is alleen net een andere maat volgens mij als die. Waarom die een andere maat heeft, weet ik eigenlijk niet. Past die wel? Even kijken. Oh ja, je kan hem er wel voor gebruiken. Hij past wel. Dus die kan ook. Maar het is wel leuk om deze hier op te plakken. Hier zitten 2 gaatjes. Is hartstikke leuk om een touwtje door te doen. Oké. Laat ik zo liggen. En dan moet ik hier nog iets bedenken. Hier komt natuurlijk nog veel meer bij, maar omdat ik nu geen foto's heb, kan ik dat niet laten zien. Dus dat rood is denk ik wel leuk. Ik hou die kaartjes er toch ook even bij, zodat ik weet... Laat ik gaan ze even omdraaien. Dan zie je het beter dat het... Zo. Komt er meteen wat meer rood in. En dan zou ik op deze kant natuurlijk ook weer rood willen. Dan zou ik bijvoorbeeld nog een keer die mat gebruiken. Met die... Waar is die? Die ik net ook gebruikt heb om die pocket te maken, zeg maar. Bessen. Ja, ik ben over tijd. Ik weet het. Maar zolang ik maar niet zwanger ben, dan, dan is dit niet zo erg. Ik ga alleen deze nog stansen. Een beetje idee. Oh, dan vind ik het leuk om hier weer een stukje met die nummertjes te nemen. Eens even kijken. Ja, een nieuwe release. Kan ik wat laten zien? Nee, ik mag nog niks laten zien. Nee, en ik heb het hier ook niet bij de hand. Nee. Nieuwe release, ja. Leuk. Leuke dingetjes. Oh, Geesje, dat is goed nieuws. Ja, ik ben alleen zwanger van release. Tenminste, Geesje, ik denk dat dat goed nieuws is. Als dat de bedoeling is geweest. Kijk, zo krijg je weer een beetje één geheel. Hè? Dan moet ik alleen even zien of ik nog een stukje van dit papier kan vinden. Moet ik even gaan zoeken en dat dan hier ook weer terug laten komen. Dus dan, ja, kijk, heb je in ieder geval dit. Dus ook met het papier. Oh, ik moet daar naar jullie praten. De set van Annette, zal ik hem maar noemen. Maar de papier is los verkrijgbaar. De set is los verkrijgbaar, mocht je het leuk vinden. En nou, ik kan weer eventjes 2 weken vooruit
Ja, de komende tijd. En dan zie ik jullie, even denken, maandag denk ik sowieso, gewoon een live op de ECD-pagina. En dan de week daarna samen met Els. Dan zal ik de dinsdag wel overslaan, want dat wordt weer net gek zat. Een drukke week sowieso. En, oh geestje, het duurt lang. Oké, okay. Spannend, spannend, spannend. Annemiek, het is voor de grote planner, de full-size planner. Ja. Hoe groot? Oh. 5, geloof ik. 5 sets. Als ik het goed heb. Stencils, 5 sets. En papier. Een pak, een pak. Geen boek. Als ik het zo. Hey Petra, ook hier. Ja, niks zeggen. Ik ga gewoon door. Doei Anita. Oké. Nee, ik ga jullie echt verlaten. Nou, hartstikke fijn dat jullie er weer bij waren. Was gezellig. Gekke woorden. Zal ik nog een leuke als afsluiter geven? Mag eigenlijk niet. Hij is niet heel netjes namelijk. Weijersbessen, kruisbessen. Oké. Hier uit de buurt het woordje kniepkutten. Ik zeg het maar één keer. Ik ga het niet herhalen. Ik denk niet dat jullie weten wat het betekent. Misschien Kootwijkerbroek. Weten jullie het? Geestje? Nou, ik denk niet dat iemand weet wat het is. Maar als je heel nodig moet plassen, dan sta je zo te wiebelen en zo. En dat betekent het. Nou, hey, hele fijne avond allemaal. En tot gauw. Doei doei.